Nou, de examencommissie is zo belangrijk omdat de examencommissie in principe de kwaliteit borgt van de totale examinering van de opleidingen. De examencommissie speelt een essentiële rol bij het examineren en diplomeren van studenten. Ik vind dat de examinering gewoon goed moet zijn. Ja, we moeten voorkomen dat diploma's onterecht afgegeven worden. En dat betekent dat er niets gebeurt zonder dat het langs de examencommissie is geweest. Waarin mensen zitting hebben die met deskundigheid en een grote mate van integriteit kijken naar het hele proces rondom examinering. Als ik iemand als belangrijk moet aanmerken, want ik zou meer gaan voor gelijkwaardigheid in rollen. Want dat is wel, iedereen heeft zijn eigen rol. Maar als ik iemand moet aanwijzen, dan is dat wat mij betreft wel de docent. De docent is denk ik die mening wel toegedaan, omdat de docent in principe dus kennis heeft van het kwalificatiedossier. En in het kwalificatiedossier staat precies van datgene wat er dus geëxamineerd moet worden. En hij is ook op de hoogte zeg maar, van het samenstellen van examens en het toetstechnische kwaliteiten van waar moet je het allemaal aan voldoen. Dus ik denk dat inderdaad de docent een van de belangrijkste factoren in de examencommissie is. De rol van de voorzitter is voornamelijk gericht op het bewaken van de processen en procedures en scherp te zijn op de wet en regelgeving. Dat vind ik wel dat er naar gekeken moet worden en ook heel belangrijk. Ja, want anders krijgen we toch weer van dat er zo links en rechts wat, tussen aanhalingstekens, bekokstoofd kan gaan worden. Nou, en dat vind ik, dat mag een examencommissie niet doen. Ik ben het scherpst wanneer onderwijsteams of studenten om afwijkingen vragen van het normale proces. Want wat zit erachter? Soms zit erachter, het is zo sneu. Ja, jammer. Dan is het inderdaad sneu, maar zo werkt het nou eenmaal. Andere kant van het verhaal is dat er heel veel altijd te goede trouw met alle beste intenties heeft plaatsgevonden. Maar wel volkomen onduidelijk en vaag. En hoe duidelijker en transparanter je wordt, hoe processen verlopen, hoe een diploma tot stand komt, des te beter kun je het uitleggen. En wordt het ook gesnapt, ook door ouders, ook door studenten.